Welkom bij de online bierproeverij van Hellebier. Ik heb een achttal bieren voor jullie geselecteerd die als het goed is thuis koud in de koelkast liggen. Vier daarvan ga ik behandelen als een online bierproeverij. Veel plezier! Het bier dat we gaan proeven is Juno van brouwerij Walhalla uit Amsterdam. Een heerlijk fris blond bier van 4,5%. Brouwerij Walhalla is een combinatie van een brouwerij en een proeflokaal wat ze hebben gerealiseerd na het behalen van een crowdfunding. En alle bieren van brouwerij Walhalla zijn zo gebrouwen zoals goden het zouden bedoelen, zodat we zeker van zijn dat het op aarde ook zeer goed in de smaak valt. Nou, we gaan het bier uiteraard ook proeven. Dit bier een wat mistig blond bier, een beetje de perzikkleur geel, redelijk stabiele schuimkraag, een fijne schuimkraag, wat kleinere belletjes in de schuimkraag. Als we hem ruiken, dan ruikt hij ook weer wat fris, een beetje citrusachtig. In dit bier zijn twee hopsoorten gebruikt, daar komt die citrus toon ook vandaan. Ja, en als we hem proeven, ook daar weer het frisse komt erin terug. Niet al te complex in de smaak, maar eigenlijk wel een heerlijk bier om een proeverij mee te beginnen of in ieder geval ook je dorst mee te lessen. Ja, dit bier gaat er zeer goed in, heerlijk in balans. En voor nu zou ik dan ook zeggen, geniet ervan en proost! Het bier dat we gaan proeven is Kaaiwerker van Crux Brouwwerf. Crux Brouwwerf is gevestigd in Amsterdam op het Krukjeseiland. In 2020 opgericht en Kaaiwerker is vernoemd naar de personen die de schepen laden en losten op dat eiland. En nu hebben ze daar een heerlijke IPA van gemaakt die wij uiteraard gaan proeven. Zodra je hem hebt ingeschonken, zie je een oranje koperkleurig bier. Mistig, je kunt er net niet doorheen kijken. Een redelijk stevige schuimkraag. Dat komt vooral vaak ook door het gebruik van hop. Die stimuleert de schuimkraag. We gaan het bier uiteraard ook even ruiken en proeven. Heerlijk bloemig, fris, afkomstig van de hop. De aromatonen ervan. En als we hem proeven... Ja, mooi gebalanceerd smaak. Toch ook weer het bittere wat daarin naar boven komt. Dat heeft er vooral weer mee te maken dat het verhaal achter IPA wordt extra hop toegevoegd. Dat leg ik in een ander filmpje graag wat meer over uit als je hierboven daarop klikt. Mooi gebalanceerd van smaak. Niet te hoog in het alcoholpercentage, 6%. Heerlijk dorstlessend. Ik zou voor nu dan ook zeggen, geniet van dit bier en proost. Het bier dat we gaan proeven is de Vurige Non van dorpsbrouwerij De Pimpelmees uit Gaam. Een heerlijke dubbel van 7%. Brouwerij De Pimpelmees uit Gaam verhuist naar Strijbeek in een proefboerderij waar ze gezamenlijk met andere bedrijven uiteindelijk natuurlijk toch het bier blijven brouwen. De bierstijlen van deze brouwerij zijn een ode aan de Belgische en Duitse bierstijlen. En worden eigenlijk alleen maar met de basisingrediënten van bier gebrouwen. Namelijk hop, water, mout en gist. Laat hem uiteraard ook natuurlijk even gaan proeven. Zodra je dit bier hebt ingeschonken, zie je dat het een mistig kastanjebruin robijnrood bier is met een beige schuimkraag. Licht meegekleurd door de mout die gebruikt is. Redelijk stevige schuimkraag en ook stabiel met fijne schuimbelletjes daarin. Nou, als we hem dan ruiken we een beetje de tonen van karamel, wat zoete tonen. Ja, en ook in de smaak heerlijk zacht. Ook die wat zoetere tonen komen daar weer in naar boven. Een heerlijk mooi complex bier eigenlijk wel. Een bier waarbij je op koude dagen wellicht best wel bij kunt opwarmen, zeg maar. Voor degenen die trouwens benieuwd zijn naar de theorie achter dubbel, triple, quadruple, daar heb ik een apart filmpje voor gemaakt waar kun je hierboven op klikken. En dan leg ik dat daarin graag uit.
Nou, voor nu zou ik dan ook zeggen, geniet nog van deze vurige non en proost. Het bier dat we gaan proeven is Artemis Keiler, een samenwerking tussen brouwerij Artemis en brouwerij Het Witte Blazoen. Een stevig donker bier van 9,2%. Die samenwerking is eigenlijk ontstaan doordat dit bier in 2019 een podiumplek overwon bij de brandbrouwwedstrijden. Brouwerij Het Witte Blazoen wilde dit op grotere schaal gaan uitbrengen en kwam daarvoor zeg maar, bij Artemis terecht. Keiler verwijst naar een groot mannetjeszwijn. En dat legt ook weer de link met de bieren die Artemis brouwt, want ze brouwen namelijk beestachtig lekkere bieren. Laat hem uiteraard ook gaan proeven. Nou, zodra je dit bier hebt ingeschonken, zie je dat het een donkerbruin, robijnrode kleur heeft. Mistig, je kunt er niet helemaal goed doorheen kijken. Stevige schuimkraag, en die schuimkraag is ook weer meegekleurd door de mout die gebruikt is. Redelijk bruisend ervaar ik het in mijn glas. Als we hem ruiken, dan komen daar de kruidige tonen ook wel weer in naar boven. Bij dit bier is onder andere sterrenijs en korianderzaad gebruikt. En bij het lagere zijn er nog houtsnippers aan toegevoegd. Ja, zodra je een slok neemt van dit bier, krijg je een verwarmend mondgevoel. Ook die kruidigheid komt daar weer in naar boven. Mooi complex van smaak. Drinkt lekker zacht weg, maar let wel op, het is een bier van 9,2%. Dus heerlijk om ook weer tijdens de winterse dagen wellicht bij op te warmen. Ik zou voor nu vooral ook zeggen, geniet ervan en proost. De overige vier bieren in het pakket zijn Blackberry, een Black IPA, samenwerking tussen brouwerij Stijl en brouwerij De Zeven Deugden. Een heerlijke Black IPA van 7,5%. Een bokbier, organisch bokbier van Waterland Brewery van 6,3%. Een wat stevige stout van brouwerij Dokkum, Kalt Kleske Kräftig. Ondanks de sterke smaak heeft hij een redelijk laag alcoholpercentage van 5,6%. En nog een heerlijk bokbier, alleen in dit geval van Berging Brouwerij uit Purmerend. En dit bokbier heeft een alcoholpercentage van 6,5%. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de bieren en de online bierproeverij. En hopelijk tot de volgende keer. Proost!